Hartelijk welkom bij deze Bijbelstudie. Het onderwerp is: als Genesis hoofdstuk 1 tot 3 geen geopenbaarde geschiedenis zou zijn. Puntje, puntje. Gods openbaring over zijn eigen scheppingswerk is niet beperkt tot Genesis hoofdstuk 1 en 2. Ze is op veel plaatsen in de schrift te vinden. We moeten dus de hele schrift bestuderen en schrift met schrift vergelijken om Gods openbaring te leren verstaan. Gods Zoon, Jezus Christus, refereerde zo'n 25 keer aan de eerste helft van het boek Genesis. De schrijvers van het Nieuwe Testament brengen 175 citaten of verwijzingen. Zij behandelen, evenals de Heer Jezus zelf, het scheppingsbericht als geopenbaarde geschiedenis, niet als een poëzie of een allegorie, laat staan als een mythe. Evolutie, verticale ontwikkeling en afstammingsleer als wereldbeschouwing is niet alleen een probleem in de biologie, maar ook bijvoorbeeld in de theologie, psychologie, pedagogie, sociologie, medische ethiek, geschiedeniswetenschap, taalwetenschap en tenslotte politiek. Als inleiding voor deze studie. In den beginne, God schiep. Staat in Genesis 1. In den beginne. De drie enige God alleen is pre-existent voor alles. De schrift zegt niet in den beginne anagnostische substanties. Alleen één van beide kan pre-existent zijn. Of God of de materie. In den beginne schiep God tijd, een materiële hemel en aarde, dier en mens. Al het geschapene heeft een bovennatuurlijke geestelijke oorsprong, maar is zelf niet metafysisch. Hoe kan het zogenaamde theïstische evolutie dit geopenbaarde bijbelse wereldbeeld combineren met de natuurrealisme? Materialisme, wereldbeschouwing of, beter gezegd, de evolutietheorie. In den beginne schiep God de Almachtige door zijn woord. En God zei, in Genesis 1 vers 3, 6 keer, hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Onmiddellijk, compleet, perfect. De schrift openbaart dat alles door het gezaghebbende woord van de Almachtige God spontaan is ontstaan. Niet via natuurlijke evolutieprocessen gedurende miljarden jaren. Dus het ene of het andere is waar. Er kan geen waarheidspluralisme zijn, dus de leer van de veelvormigheid. Want in het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Alle dingen zijn door het woord geworden. Dit woord is geen ding geworden, het woord is vlees geworden, adamiet. Zo zegt Johannes hoofdstuk 1, vers 1, vers 3, vers 10 en vers 14. De Heer Jezus, oftewel de gezalfde, is zowel het woord bij God als God. Ja, het woord Gods zelf. Openbaring 19, vers 13. God heeft door zijn Zoon alles geschapen, inclusief het leven en de mens. De verheerlijkte gezalfde Jezus zegt van zichzelf, dat zegt amen de trouwe en waarachtige getuige. Het begin van de schepping Gods. Zo lezen we dat in Openbaring hoofdstuk 3 vers 14. De Heer Jezus zegt niet dat de materie in een oerknal of een oersoep of iets dergelijks het begin is, want zegt hij, uit hem, uit Jezus en door hem en tot hem zijn alle dingen. Als men deze geopenbaarde waarheid niet aanneemt, hoe kan men er dan met de apostel aan toevoegen, hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het nieuwe verbond bericht over het gezag van het gesproken woord van Jezus, de gezalfde koning van Israël, waarmee hij leren en zonde vergaf. Zieken genas, de gestorven Lazarus levend uit zijn graf deed opstaan en
zowel demonen als de natuur zijn bevelen kon opleggen. Op grond van geloof in Jezus en in het gezag van zijn woord, zei de hoofdman in Kefarium in verband met zijn doodzieke knecht tot hem: spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen. Lucas 7, vers 7. Dat woord is genoeg. Bovendien heeft de Heer Jezus in het gezag van het geschrevene woord van God de intensieve verzoekingen van de listige duivel in de woestijn kunnen weerstaan. Matthäus 8, vers 3, hoofdstuk 6, vers 16, hoofdstuk 6, vers 13 en de vers, hoofdstuk 10, vers 20. Wanneer zich hierbij de waarheid en goddelijke volmacht van God geschreven wordt in de vijf boeken van de door God geroepen profeet Mozes openbaart, waarom dan tornen aan de waarheid van Gods geschreven woord en van Gods almacht in het eerste boek van dezelfde profeet, Genesis? Zou de Heere in dit opzicht ook ons moeten verwijten: u dwaalt, want u kent de schriften niet, noch de kracht Gods, staat in Matthäus 22, vers 29. Wanneer de Heere met een bevel uit de hemel neerdaalt, zullen ontelbare Israëlieten die in de Messias gestorven zijn, uit de doden opstaan en dan met hem levend worden. Zo staat in Ezechiël hoofdstuk 37. En Paulus schrijft daarover. Hij zegt: in een ontelbaar ogenblik veranderd worden en een onsterfelijk lichaam ontvangen. 1 Thessalonicense hoofdstuk 4, vers 15 tot 17. En in 1 Korinthe 15, vers 52. Hij, de Almachtige, heeft daar geen miljoenen, laat staan miljarden jaren voor nodig, zelfs niet 6 dagen. Waarom is in het licht van deze feiten aangaande de gezalfde, het gezaghebbende woord, het geopenbaarde bericht van het gezaghebbende woord van dezelfde Heere, waar hij alles mee heeft geschapen, ook discutabel te stellen? Johannes 1, vers 1 tot 3, Psalm 33, vers 6 en vers 9. Want in de beginnen schiep God alles uit het niets. Wat staat er? Dat de wereld door het woord tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare, volgens Hebreeën 11, vers 3. Door het geloof in de Almachtige God en in zijn openbaring verstaan wij, op Gods woordopenbaring, gegrond geloof, betekent nooit uitschakeling van het door God gegeven verstand. Heel belangrijk. Openbaringskennis gaat boven het menselijke verstand uit, maar niet tegen het verstand in. Dit weet ik uit persoonlijke ervaring. De mens is niet alwetend, maar als schepsel en dood de zondige natuur en door de zondige natuur beperkt. De natuurwetenschap is dan gebaseerd op het waarneembare en meetbare en op het herhaalbare van het experiment. Gods woord dat de schepping uit het niets deed ontstaan is uiteraard nog waarneembaar, nog door experimenten herhaalbaar. Een theetische evolutionist kan Gods openbaring over zijn schepping van Genesis 1 en 2, Psalm 33 vers 9 en Johannes 1 vers 1 tot 3 en vers 10a per definitie nooit wetenschappelijk weerleggen. Een bijbelgetrouwe creationist die gelooft in het Bijbelse scheppingsverhaal kan haar niet wetenschappelijk bewijzen, maar het geloof in God de Almachtige en aan zijn openbaring, zegt Hebreeën 11, het e vers 1, is een bewijs van de dingen die men niet ziet. Halleluja. Dus, als Genesis hoofdstuk 1 tot 3 geen geopenbaarde historische waarde zou zijn, 1. Jezus, was Jezus Christus dan nog geloofwaardig? Want Jezus Christus getuigt van zichzelf dat hij de waarheid is en de waarheid spreekt. Johannes 14, vers 6, hoofdstuk 8, vers 45 en 46 en tenslotte hoofdstuk 18, vers 37. De Heer zei dat de levende God leven in zichzelf heeft en leven geeft evenals hij zelf.
Johannes 5, vers 26. Als Genesis hoofdstuk 1 tot 3 geen historisch feit zou zijn, waarom zegt de Heer dan niet dat ook materiële leven in zichzelf heeft? En ook niet dat de dood leven voortbracht? Heel goed om erover na te denken. Ik lees het nog een keer. Als Genesis hoofdstuk 1 en 3 geen historisch feit zou zijn, comma, waarom zegt de Heer dan niet dat ook materieel leven in zichzelf heeft en ook niet dat de dood leven voortbracht? Jezus Christus getuigt dat hij niet uit zichzelf spreekt. Hij zegt in Johannes 12 vers 49 tot 50, want wat ik dan spreek, spreek ik zo als de Vader mij gezegd heeft. Als Genesis hoofdstuk 1 tot 3 geen historisch feit zou zijn, waarom zou de Zoon dan een opdracht van en over de Vader ten aanzien van de mens zeggen dat de Schepper van het begin der schepping hem als man en vrouw gemaakt heeft? Markus 10 vers 5, Matteüs 19 vers 4. Daarmee bevestigt de Heer toch dat het bericht over de oorsprong van de mens, Genesis hoofdstuk 1 en 2, Gods openbaring is en niet een of andere ervaringskennis van mensen uit de 4e of de 5e eeuw voor Christus, zoals iemand dacht. Omdat Jezus, de gezalfde koning van Israël, de Zoon door de Vader gezonden was, de woorden van de Vader ontving en doorgaf, sprak hij de woorden Gods, zoals het staat in Johannes hoofdstuk 3, vers 34. Daarom kon de Heere zeggen, het woord dat ik heb gesproken, dat zal hem oordelen op de jongste dag. Johannes 12, vers 48. Slaat dat ook niet op zijn woord over God als schepper van de mens, compleet als man en vrouw, en van het begin van de schepping? Valt dat niet ook het idee dat de mens van dieren, apen afstand onder het oordeel van het woord? Goed over nadenken. Van den beginnen was de duivel een mensenmoordenaar. Hij is een leugenaar en de vader van de leugen en tevens de vader van de Joden, zei de Heer in Johannes 8 vers 44. Ook heel belangrijk om dat ook te overdenken. Als het bedrog van de duivel voor de zondeval van de eerste mens Adam geen historisch feit zal zijn, maar een of andere theologische reflectie, hoe kon de Heer dan indirect naar Genesis 3 heen wijzen en het bericht bevestigen? De Heer Jezus Christus, die de waarheid is, zegt, die mij gezonden heeft, is waar, en wat ik van hem gehoord heb, dat spreek ik door de wereld. Johannes 8, vers 26 tot 28. Sprak de Heere dan niet ook de waarheid die hij van de Vader gehoord had, toen hij de tijd voor zijn wederkomst op aarde vergeleek met die van voor de zonvloed, ten tijde van Noach? In Matteüs 24, vers 36 tot 39 en ook 2 Petrus 3, vers 6. Daarmee bevestigde toch God zo dat Noach een historische figuur is en de zonvloed geen mythe. Gods woord, is dat nog steeds betrouwbaar? Vraagteken. Als Genesis hoofdstuk 1 tot 3 geen historisch feit zou zijn, waarom zegt Jezus Christus dan in zijn gebed tot God de Vader, uw woord is de waarheid, zonder enige uitzondering daarop te maken in Johannes 17 vers 17? Waarom zegt de Heere niet, uw woord is de waarheid behalve over de schepping, de oorsprong van het leven en van de mens, de zondeval van de eerste mens en de oorsprong van de dood, als Gods oordeel, evenals over de zondvloed? Als Genesis hoofdstuk 1 tot 3 geen historisch feit zal zijn, hoe kon de apostel Paulus in Klein-Azië de mensen die hem en Barnabas als goden vereren, verkondigen dat ze zich van een afgoderij moesten bekeren tot de levende God die de hemel, de aarde, de zee en al wat daarin is, heeft gemaakt? Zo lezen we dat in Handelingen 14,
vers 15 tot 17. Hoe kan men vanuit de scheppings- of uit de evolutieoproeping tot bekering tot de schepper, wetgever en rechter, zoals hij zich in Genesis 1 tot 3 heeft geopenbaard? Staat in Jacobus 4 vers 12. Ik zeg het nog een keer. Het is heel belangrijk. Hoe kan men vanuit de evolutie oproepen tot bekering tot de schepper? Dat hoeft er immers helemaal niet. Over de wetgever en rechter, zoals hij zich in Genesis 1 vers 3 heeft geopenbaard. Als God niet de schepper van de complete eerste mens Adam zou zijn, hoe kon de apostel Paulus Gods woord openbaring citeren? Hij zegt, de eerste mens is uit de aarde, Genesis 2 vers 7, en in 1 Korinthe 15 vers 47 herhaalt Paulus dit. Als Adam de eerste mens was, hoe kunnen er dan mensen voor Adam hebben bestaan? Paulus kon de openbaring van de schrift citeren dat God uit een enkele, het heden Adamitische, dus niet de andere volkeren, geslacht gemaakt heeft. Waarbij hij niet bedoelde, uit een enkele aap heeft hij het hele menselijke geslacht liet ontwikkelen gezien de context. Handelingen 17 vers 26. Als theoloog die bewust alles gelooft wat er in de wet staat, inclusief Genesis 1 van 1 tot 3, en in de profeten geschreven staat, kon hij immers moedig verkondigen dat het menselijke geslacht zich langzaam via evolutie uit dieren hoger ontwikkeld had. Ook goed om over na te denken. Handelingen 24 vers 14. Maar dit erken ik voor u, dat ik naar de weg, die zij een secte noemen, inderdaad de God der vaderen vereer, gelovende al hetgene in de wet en in de profeten geschreven staat. De apostel Paulus schrijft de argumentatie, want eerst is Adam geformeerd en daarna Eva. 1 Timotheus hoofdstuk 2 vers 13 en Genesis hoofdstuk 2 vers 7 vers 21 en 23 vindt u waar hij het uit heeft genomen. Hoe kon hij dat weten en zeggen anders dan op grond van Gods openbaring in Genesis 2, die hij, Paulus, serieus nam? Paulus is een van de grondleggers van het fundament van het huis van Israël en van de Ecclesia, dat betekent de uitgeroepenen uit Israël, van de gezalfde koning van Israël. Spreekt over Adam en Eva als over historische personen. Niet omdat hij niet beter wist of misleid was. De apostel Paulus verkondigt in Athene de God van Israël als de schepper die zelf aan alle leven en levensadem en alles geeft. Als Genesis hoofdstuk 2 vers 7 geen historisch feit zou zijn, hoe zou Paulus het gewaagd hebben deze geopenbaarde waarheid, de Griekse filosofen, wetenschappers en anderen in Athene te verkondigen? Als het niet waar zou zijn, hoe zou hij dat durven? Bovendien had hij als fundament de eerste profetie over de knecht des Heren, dat wil zeggen Jezus Christus, waarin God zich als schepper presenteert en zegt, die aan de Adamieten het levensadem en de geest geeft. Handelingen 7, vers 24, 25. Ook in Jesaja 42, vers 5 tot 7. En tenslotte Psalm 104, vers 30a. De arts en geschiedschrijver Lucas vermeldt in zijn geslachtsregister Adam als historisch persoon en als vader van Seth. Precies zoals hij Juda, Jacob, Isaac, Abraham, Sem, Noach en Henoch enzovoort als historische personen weergeeft. Dat lezen we in Lucas hoofdstuk 3, vers 23 tot 30. Wanneer theïstische evolutie als deze in Lucas 3 genoemde mensen als historische personen erkent, waarom dan de selectieve uitsluiting van Adam als eerste historische persoon als beschreven in Genesis hoofdstuk 1, vers 3? Judas, halfbroer van Jezus als mensenzoon, citeert Henoch
de zevende van Adam af in verband met diens profetie over de wederkomst van de Heere met zijn heilige tienduizenden om alle goddeloosheid te straffen. Hij neemt daarbij de waarheid van God woord openbaring aan dat niet alleen Henoch, maar ook Adam een historisch figuur was. Johannes knoopt aan bij Jezus' woord over de duivel en bij Genesis 3, de duivel zondigt van de beginnen, 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 8 en Johannes 8 vers 44. De apostel Paulus vergelijkt de misleiding van Eva, de vrouw van de eerste Adam, door de listige slang met de misleiding van de gemeente van Christus door diezelfde listige slang in 2 Korinthe hoofdstuk 11 vers 2 tot 4. En het verhaal vinden we opgeschreven in Genesis 3. Petrus karakteriseert in de zin van Christus de duivel als de tegenstander die rondgaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 1 Petrus hoofdstuk 5 vers 8. Dat betekent dat deze drie apostelen de duivel en zijn listige misleiding en bedrog vanaf het begin in het paradijs als geopenbaarde historie erkennen en Christus woord serieus nemen, zoals Johannes 8 vers 44. Hoe kan men de huidige listige misleiding van de gemeente van Christus ten diepste verstaan wanneer men Genesis hoofdstuk 1 en 3 niet letterlijk neemt? Als God niet de schepper, wetgever en rechter vanaf de eerste mens zou zijn, Jacobus 4 vers 12, hoe kon Adam Gods gebod in het paradijs overtreden en aan zijn schepper ongehoorzaam worden, waardoor de zonde in de wereld binnenkwam, die dus zonde tegen God zijn schepper was en is. Romeinen 12, 5 vers 12 tot 18. Hoe kon Paulus weten en zeggen dat Eva misleid en Adam ongehoorzaam geweest was, anders dan door Gods openbaring in Genesis hoofdstuk 3, die hij serieus nam. Dat zegt hij in 1 Timotheus 2 vers 14, Genesis hoofdstuk 3 vers 1 tot 6 en vers 13. Wanneer de schrift zegt dat het God zelf is die de schepping van de vergankelijkheid onderworpen heeft ten gevolge van de ongehoorzaamheid van de eerste mens, dus Adam tegenover zijn schepper, staat in Romeinen 8 vers 20 en 22, hoe kan diezelfde God tegelijk een macro-evolutie van vooruitgang op gang gebracht hebben en nog steeds stimuleren? Hoe zijn de zichtbare neergang en de wet van verval te verenigen met een steeds hogere ontwikkeling van soort tot soort door een evolutieproces, zoals ze dat ons willen wijsmaken? De apostel Petrus schrijft aan de Adamiet het volgende in 2 Petrus 3 vers 5 tot 7. Willens en wetens ontgaat dat er door het woord van God de hemelen er sinds lang geweest zijn en de aarde die uit en door water bestaat, waardoor de toenmalige wereld door water overstroom is vergaan. Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door hetzelfde woord ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en de ondergang van goddeloze mensen. Wat is daarin anders dan de geopenbare waarheid dan deze allebei? Gods openbaring over de oorzaak van de dood betrouwbaar. Als God niet schepper, wetgever en rechter vanaf de eerste Adam niet zou zijn, hoe kon God Adams ongehoorzaamheid veroordelen met de dood, waardoor het hele nageslacht van Adam eenmaal moet sterven, als hij, en zoals wij, het gedrag van de dierlijke voorouders geërfd zouden hebben, als we van de apen zouden afstammen. Daar staat in Genesis 2, vers 16 en 17, hoofdstuk 3, vers 1 tot 11 en Hebreeën 9 tot 27, als het niet waar zou zijn. Wanneer de schrift zegt, de zonde is de prikkel van de dood, hoe kan de dood de prikkel van een evolutieproces van steeds hogere levensvormen geweest zijn
al voor de ongehoorzaamheid van de eerste mens tegenover zijn schepsel. Dat staat in 1 Korinthe 15, vers 56. Alles aangegeven met een vraagteken. De schrift openbaart wel de dood die als koning heerst en geheerst heeft vanaf Adam. Maar niet vanaf het begin van een evolutieproces. Romeinen 5, vers 14. De waarheid is en blijft, want de dood is er door één Adamiet en zij sterven alle in Adam, zegt Paulus in 1 Korinthe 15, vers 21 en 22. Wanneer de schrift, die de waarheid is, zegt dat de dood Gods oordeel over de ongehoorzaamheid van de eerste mens Adam is, hoe kan dan de dood Gods instrument van macro-evolutie zijn geweest? Wanneer de dood de laatste vijand is die vernietigd wordt. Hoe kan de dood dan bij wijze van spreken de eerste vriend zijn? Immers vanaf het begin af onmisbaar voor hogere ontwikkeling van de ene soort naar de andere. Heb je daar wel eens bij nagedacht? De onafscheidelijke Bijbelse Adam, Christus, samenhanging en ongeloofwaardigheid. Apostel Paulus schreef, en toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, dus Jezus, geboren uit een vrouw, enzovoort. Galaten 4, vers 4. Hoe had hij daarin de vervulling van Gods belofte na de zondeval van Adam en Eva in het paradijs tegenover hun schepper, in Genesis 3, vers 15, kunnen erkennen wanneer Genesis 1 en 3 geen geopenbaarde geschiedenis zou zijn. Als God niet de schepper van Adam, de eerste Adamiet / mens is, hoe kan dan de schrift spreken van Jezus Christus als de tweede Adam / mens in 1 Korinthe 15 vers 47? Opnieuw met een vraagteken. Zonder de eerste Adamiet geen tweede Adamiet, is de eerste Adam geen historische figuur, maar een mythologische. Hoe moeten we dan Jezus, de Messias, de tweede Adam, dan verstaan? Als voor de ongehoorzaamheid van de eerste mens Adam tegenover zijn schepping al mensen geleefd zouden hebben en gestorven zouden zijn, hoe kan dan de schrift de gehoorzaamheid van die ene Jezus Christus ten aanzien van Gods wet tegenoverstellen aan de ongehoorzaamheid van die ene mens, en dan gaat het over Adam, tegenover Gods gebod? Paulus haalt dat aan in Romeinen hoofdstuk 5 vers 15 tot 19 en Filippenzen hoofdstuk 2 vers 8, opnieuw met een vraagteken. Want hij zegt in 1 Korinthe 15 vers 21 tot 22, zoals in Adam alle sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Als de dood niet het oordeel van de schepper over de ongehoorzaamheid van de eerste Adamiet is, maar Gods instrument van de macro-evolutie, hoe kon God dan zijn zoon, na diens plaatsvervangende dood aan het kruis, uit de dood opwekken? 1 Korinthe 15, vers 1 tot 5, opnieuw met een vraagteken. En hoe kon Jezus Christus de dood teniet doen? 2 Timotheüs hoofdstuk 1, vers 10. De dood overwinnen en ons door zijn zoenoffer aan het kruis vrijgemaakt van de wet van de zonde en de wet van de dood. Als de dood juist cruciaal was voor de verticale evolutie in hogere levensvormen, als dat zo is. Lees 1 Korinthe 15 vers 54 tot 57. Romeinen 8 vers 3. En 2 Timotheüs hoofdstuk 1 vers 10. Wanneer Jezus, de Messias, alles geschapen heeft, hoe zou dan Hij, die het leven is, leven geeft en de sleutel van de dood heeft, zelfs na Golgotha en Pasen, door de dood macro-evolutie kunnen aandrijven? Openbaring 1 vers 7, opnieuw met een vraagteken. Wat betekent tegen de achtergrond van een theïstische evolutie zijn getuigenis? Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Johannes 11, vers 25 en 26. En ook hoofdstuk 5, vers 21.
opnieuw met een vraagteken. Waar blijft de dood als voorwaarde voor de verticale, hogere ontwikkeling? Opnieuw een vraagteken. Als God niet de schepper is, waarom heeft hij dan aan zijn verlost volk Israël het Sabbatgebod gegeven met als argument? Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilige die. Exodus 20 vers 8 tot 11 en hoofdstuk 31 tot 17. Opnieuw een vraagteken. Aan het einde van de intensieve werkweek moest het volk toch gedenken dat Israëls verlosser niemand minder dan de schepper zelf is. Hoofdstuk 20, vers 1 en vers 11. De apostel Paulus schrijft dat Jezus de Messias is, door wie God alles geschapen heeft. Colossense 1, vers 15 en 16. Want alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Is dat alleen de visie van Paulus op de schepping, respectievelijk zijn standpunt dat hij aan het huis van Israël wilde opleggen, of geloven we nog in Gods openbaring aan de apostelen en profeten die in zijn opdracht en leerfundament van de Ecclesia, dat wil zeggen het lichaam van Christus, moeten leggen, zoals dat werd aangegeven in Efeze hoofdstuk 2 vers 20 en Galaten 1 vers 12. Bovendien introduceert de verheerlijkte verlosser, de Heer Jezus, de Messias, zichzelf aan de gemeenten in Laodicea. Openbaring 3 vers 14 zegt als volgt. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin, dus de oorsprong en oorzaak van de schepping Gods. Jezus, de gezalfde koning van Israël, is de schepper van Israël volgens Jesaja 43 vers 1. Hij is ook de verlosser door wie wij kinderen van God zijn. De verlosser is de schepper. Halleluja. In 1 Johannes 1 vers 12. En het is niet te scheiden van hoofdstuk 1 vers 1 tot 3 en vers 10. Hij is schepper en verlosser en beiden zijn één. Waar zegt de schrift dat de mens deze God gegeven onafscheidelijke eenheid van schepper en verlosser mag scheiden en dan een keuze kunnen tussen beiden kan maken? Hoe kan een christen zeggen dat hij in Jezus Christus als zijn goddelijke verlosser gelooft, maar tegelijk zeggen dat hij zich baseren op wetenschappelijke kennis die echter berust op een naturalisme en mechanistisch geloof, hem niet kan en wil accepteren als de goddelijke schepper die door het woord zichzelf heeft geschapen. Psalm 33, vers 6, vers 9 en Johannes 1, vers 1 tot en met 3. Belangrijke vragen om een antwoord op te geven. Hoe ziet de schrift een dergelijke keuze in Spreuken 30, vers 5 en 6, Jeremia 8, vers 9, 1 Korinthe 2, vers 19 tot 21. 2 Korinthe 5, vers 17. De apostel Paulus maakt bekend aan de verloren schapen van het huis van Israël. Let op. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Punt, comma. Het oude is voorbij gegaan. Comma. Zie, comma. Het nieuwe is gekomen. Punt. Let op. Dit alles is uit God. De nieuwe Adamiet is naar het beeld van zijn schepper, zegt Paulus in Colossense hoofdstuk 3 vers 10. Als de volmaakte schepping van de eerste mens Adam naar Gods beeld volgens Genesis 1 vers 26, hoofdstuk 2 vers 27 en hoofdstuk 5 vers 1 en 2 geen geopenbaard feit is, is dat ook de nieuwe schepping in Christus, de nieuwe mens die naar God geschapen is, dan ook geen Bijbels feit volgens Efeze 4 vers 24. Opnieuw met een vraagteken. De openbaring van het wezen van God en van Gods Zoon staat op het spel. God openbaarde zich aan zijn knecht Mozes, nota bene na de afgoderij met een gouden kalf van het volk Israël onder Aaron. In de eerste plaats als de barmhartige, genadigde, langmoedige, groot van goede tierenheid,
de zonde vergevende en daarna als de heilige en rechtvaardige die zijn schuldigen niet onschuldig houdt en als straf tuchtigt. Exodus 34, vers 5 tot 7. Als Jezus de Messias getuigende zegt, ik en de Vader zijn één, en wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dat zegt hij in Johannes 10, vers 30 en hoofdstuk 14, vers 9. De Heer zei van zichzelf, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Matteüs 11, vers 28 tot en met 30. De schrift zei als profetie over hem, hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open als een lam dat ter slachting geleid wordt en als een schaap dat stom is voor zijn scherers. Zo lezen we dat in Jesaja hoofdstuk 53 vers 7, maar ook in 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 22 tot 23. De apostel Paulus, die geleerd had om juist in zwakheden te roemen, opdat de kracht van de opgestaande Christus in hem en door hem openbaar zou worden, zei over de Heere, hij is gekruisigd uit zwakheid. 2 Korintiërs 13 vers 4. Door zwakheid tot kracht, door kruis naar de kroon, door lijden tot heerlijkheid. Hoe is die idee van de overleving van de sterkste op grond van natuurlijke selectie door een egoïstische, meedogenloze strijd om het bestaan met eliminatie van de minst aangepaste, zwakke ooit te verenigen met de karakter en de gezindheid van het Lam Gods die onze verlosser en schepper is? Met een vraagteken. Het evolutieproces is vol toeval, onzekerheid, onvoorstelbare verkwisting, dood, leed en wreedheden. God, de God van theïstische evolutie, is niet de liefdevolle God die zich om zijn schepselen bekommert. Hij is de onverschillige, verkwistende, bijna diabolisch. Hij is vast en zeker niet die God tot wie ook maar iemand zou willen bidden. Het is de oude apostel Johannes gegeven om in een visioen de eeuwige God op zijn troon te zien. De 24 oudsten werpen zich voor hem neer om hem te aanbidden. Gij, onze God, zijn waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht. Want gij hebt alles geschapen, om uwentwil was en werd het geschapen. Zo lezen wij in Openbaring 4, vers 9 tot en met 11. God geve dat wij in dit leven op aarde hem als schepper en verlosser in Christus erkennen, liefhebben en dienen met ons hele hart, met onze hele wil en met ons hele verstand. Daarom eindig ik deze Bijbelstudie als Genesis hoofdstuk 1 tot 3 geen geopenbaarde geschiedenis zou zijn. Wat dan? Aan u de vraag. Maar ik heb u een antwoord gegeven. Met een liefdevol hart, in het vaste vertrouwen en het geloof dat Jezus de Messias, de gezalfde koning van Israël, de schepper is van hemel en aarde en de formeerder van ons als mensen naar zijn beeld en gelijkenis, die zijn kostbaar leven en bloed heeft gegeven om ons te verlossen van de eerste zonde van het mensenpaar. Hij heeft ons opnieuw eeuwig leven gegeven. Halleluja. Geen evolutietheorie kan daar tegenop. Mensen laten zich makkelijk door zogenaamde geleerden makkelijk misleiden, maar ook door valse herders en evangelisten. Let op uw zaak. Houd u vast aan het geschreven woord van Mozes, de profeten en de psalmen. In Jezus' naam. Amen.